De band Royal Relation bestaat al 25 jaar. Dat betekent 25 jaar rock en roll ervaring, maar nog altijd geen doorbraak. Barry van Urk, hoe zit dat? Nou, dat begint dus hier, hè? Dat begint dus vandaag. Dus lang op gewacht, maar we gaan ervan uit dat het vanaf hier dan echt dat we dan door gaan breken. Ja. Jullie werken nog wel altijd aan een doorbraak? Ja, ja. Tenminste, toch? Spelen jullie alleen eigen nummers? Nee, we spelen over het algemeen met deze band wel eigen nummers. Maar we hebben ook, ik denk dat het zo wel 50-50 is qua eigen nummers en covers. En wat voor covers spelen jullie dan zo? Ja, dan zijn er toch nummers toch wel van John Hiatt, ook wel een beetje Brood. Een beetje in die sfeer. Ja, want dat vroeg ik me af, is de bezetting eigenlijk nog steeds hetzelfde als 25 jaar terug? Nee, het is niet exact hetzelfde, maar ik denk dat op die Nijen daar... hij is het laatst bijgekomen. En dat is denk ik een jaar 4 terug, 5. En voor de rest is het wel aardig al een tijdje steady, ja. Na 25 jaar in dezelfde band. Je verandert toch enorm na 25 jaar. Hoe oud was je toen je begon? Ik was 15. 15, ja, 15 jaar. Ja. En is de band, die band moet ook veranderd zijn in die loop der tijd? Ja, dit is wel een beetje veranderd. Alleen ik denk wel dat de grondslag nog steeds in de rock'n'roll blijft en zit. En de komende 25 jaar? Gaan we gewoon door. En zeker na dit tv-optreden. Ja. Work your living, work it, work it, work your living.